Begin januari, hoe het begint, de Paul Brunnenberg, toenmalig bestuur van Steen, wordt benoemd tot deken van het dekenaat Geulepen. Dan even wordt het benoemd tot bestuur van Geulepen en van Wielrein. Een kennismakingsgesprek met de nieuwe bestuur deken en een impressie van zijn installatie op 19 maart jongsleden. Paul Brunnenberg is geboren 51 jaar geleden in het zuiden van Brazilië. En zoon van Nederlandse ouders, Limburgse ouders moet ik zeggen, die in 1964 geëmigreerd zijn naar Brazilië, in zo'n Nederlandse kolonie daar gewoond hebben, ook het bedrijf hebben gehad altijd. En sinds 1986 ben ik naar Nederland gekomen. Op enig moment kwam toen het moment dat je besloot om priester te worden. Was zo'n speciale aanleiding voor? Nou, eerlijk gezegd niet, want dat is misschien heel raar, maar daar ja, kan ik eigenlijk helemaal geen antwoord op geven. In de zin van, is helemaal niet het speciale verhaal wat soms zelfs van collega's gehuurd werd. Maar bij mij is het eigenlijk zo gekomen, van één kunt het ander. Ja. En wanneer ben je gewijd? Ik ben gewijd in 1994. En hoe heeft die priesterlijke loopbaan er dan nou uitgezien? Na mijn priesterwijding ben ik benoemd tot eerst als diaken en dan als kaplan dan in Noord-Limburg in Horst. In de parochies van Lambertus en Meldersloo. En kort daarop ben ik al verplaatst naar Landgraaf. Daar ben ik nog 4 jaar kaplan geweest. En al had ik de stille hoop om nog ergens kaplan te worden, toch wordt dat niet meer weggelag. Ik ben pastoor geworden in Steen, in 5 parochies in Steen. Sinds 1999. En dan komt het moment dat de dekenklerk ze aangeeft dat er om gezondheidsredenen terugtreedt en dan komen ze bij Utrecht. Was dat een grote verrassing? Ja, dat kan ik wel zeggen. Na zoveel jaren natuurlijk best wel eens toe aan een nieuwe uitdaging. En ik zelf geef eerlijk toe dat woord ook. Niet dat ik me daar niet toe voelde in Steen, maar dat is gewoon zo voor ikzelf. Dat is een keer een andere plaats, andere mensen. Dat is ook gezond voor ikzelf. Maar nooit in de gedachte dat ik de nieuwe uitdaging dat ook een hele nieuwe functie zou worden. Dus dat was wel even slikken toen ik dat huurde. Lang over na moeten denken? Ik heb er al buurlijk lang over na moeten denken om überhaupt de volgende stap te zetten, namelijk zo'n 2 weken. En toen ik geen argument kon vinden om de bisschop te overtuigen van trek die benoeming terug. Ja, toen had ik nog het andere troef dat ik dacht van dan ga ik maar eens kijken wat het kerkbestuur te zeggen heeft. In de hoop misschien dat toch wel, maar ja, dat was ook ijdele hoop. Het gesprek met kerkbesturen hier, dat was al meteen heel warm, heel welkom. En ja, toen was het al snel een jorre antwoord. Dus toen was de schrik voorbij? Nou, niet meteen de schrik, want ja, er bleef toch altijd tegenaan hikken van wat komt daar dadelijk allemaal op die paad. Maar het geeft toch wel vertrouwen om eraan te beginnen. Hoe groot is het dekenaat Geulepen? Het dekenaat Geulepen dat is eigenlijk vanuit IJsden tot in Vaals. Dus het is eigenlijk het gebied van voormalige dekenaat Gronsveld samen met het dekenaat Geulepen. En heb je natuurlijk al een beeld gevormd van de dekenaat. Kun je alles zeggen waar je door mij naartoe wilt? Nou, eerlijk gezegd nog niet, want daar heb ik, en er is één ding mee voorgenomen om voorlopig, en dat heb ik ook tegen de bisschop gezegd, voorlopig dat er mij de kans geeft om gewoon kennis te gaan maken, om te gaan loesteren en te gaan kieken, om vertrouwen te winnen met elkaar. Het is natuurlijk voor mij helemaal nieuw, het is voor anderen ook nieuw naar mij toe, dus een beetje vertrouwen met elkaar opbouwen, dat denk ik dat wel heel erg verstandig is. En gaan we dan verschil merken met dikke klerks? Nou, ik denk dat is altijd, hij weet dat hij ook op deze stoel zou zitten, er zal altijd verschil zijn. Want iedere persoon heeft toch zijn sterke en zijn minder sterke kanten. En dat hou dikke klerks, en dat heb ik ook, dus wat dat betreft. Maar om te gaan zeggen van, ik kom nu hier om alles meteen omver te, nee, echt niet. Daar hoeven ze zich geen zorgen om te maken. Er zit ook een leeftijdsverschil in. Ook dat scheelt natuurlijk. Dikke klerks is natuurlijk een andere generatie priester ook, ja. En dan ben je niet alleen deken van Geulepen, maar dan ben je ook nog pastoor van Geulepen en nog pastoor van Wielre. Ja. Eigenlijk een driemansfunctie, zal ik maar zeggen. Hoe denkt u dat te behappen?
Nou, laat ik even vooropstellen dat ik het grote vertrouwen heb dat ik er niet alleen voor sta. Op de eerste plaats de ontelbare vele vrijwilligers, die zich, zeker ook de afgelopen periode dat er geen pastoor wordt hier, en die hebben zich toch met z'n allen de schouders eronder gezet om toch alles draaiende te houden. Dus toch giet op de eerste plaats de grote waardering en de grote dank naar Oud. En dat geeft mij ook het vertrouwen dat die taak die mij op de schouders gelegd werd, dat ik dat ook aan zal kunnen, samen met hun. In mijn eentje zal ik het zeker niet kunnen. We zien daarnaast dat je dus deken en pastoor ziet, nog andere nevenfuncties. Ja, verbis om onze groep priesters, die werd als regelmatig gevraagd voor een aantal andere taken. Dus niet iedereen praat bijvoorbeeld het Portugees. Dus dan werd al snel naar dicht gekeken voor zo'n stoel ook niet allemaal eens voor het Portugees sprekende. Waardoor dat wel eens een keer beroep op dit gedaan werd. Maar een van de grotere taken in het bisdom voor mij is nog de verantwoordelijke voor de pastorale dienst in de Limburgse Bedevaarten. Tegenwoordig Huis voor de Pelgrim. Dus ik begeleid ook jaarlijks en bereid ook voor. Maar begeleid ook grote groepen pelgrims naar Lourdes of naar Santiago of naar Israël, Rome. En wij komt dat eigenlijk ook eens een keer weer eens van passie in de parochie. En dan op 19 maart de installatie, hoe kijk je er tegenaan? Verheugd erop? Ja, het is natuurlijk een hele feestelijke gelegenheid, niet alleen voor mezelf, maar op de eerste plaats ook voor de gemeenschap van onze parochies. We hebben ook de parochianen erbij betrokken, maar ook mensen zelfs van het dekenaat, van de verschillende parochies uit het dekenaat erbij betrokken, om te laten zien van, ja, het is een vreugde, het is een hoopvolle gebeurtenis voor heel ons dekenaat. Een feestelijke dag. Ja, en daarbij nog voor mij is het natuurlijk persoonlijk wel een extra tintje, omdat de familie die toch over de hele wereld een beetje verspreid is, die toch grotendeels aanwezig kan zijn op die dag. Dus wat dat betreft is het voor mij ook een... Hoe ziet de familie eruit? Uit wat van gezin wordt je afkomstig? Ik ben de jongste van 7 kinderen. Ik heb nog 3 broers en 3 zussen. Zoals ik zei, ik ben geboren in Brazilië. Mijn broers en zussen die zijn allemaal in Gelijnen geboren. Maar in de loop van de jaren, mijn vader is daar overleden in Brazilië. In de loop van de jaren zijn de anderen allemaal of teruggekeerd of doorgebleven. En intussen zijn ze allemaal verspreid over de hele wereld. Dus van Brazilië tot Spanje, tot Noord-Amerika, tot wat dat betreft over de hele wereld. Dus dat hier een hele bijzondere dag weer. Ja, de laatste keer dat we met z'n allen bij elkaar waren, dat waren bij mijn priesterwijding. En dat is intussen al 23 jaar geleden. Dus wat dat betreft is het wel heel bijzonder, ja. En dan, op 19 maart, is een bomvolle kerk in Geulepen getuige van een feestelijke installatie van pastoor Deke Bronneberg. Voorafgaand aan de heilige mis legde de nieuwe deken in het parochiehuis in het bijzien van zijn vicaris van het bisdom, de kerkbesturen, zijn familie en collega-priesters de eed van trouw af aan de kerk. In God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Begint vanuit de kerk. Aan de kerkdeur werd hem dan ook de sleutel van de kerk overhandigd en het herdershupje. Ten teken dat bestuur dient te zien als een goeie herder voor zijn parochianen. Ontvang de sleutel van het huis van God. Open deze deur voor de mensen die hier samenkomen om God te eren en zijn genade en barmhartigheid af te smeken en hier deel te nemen aan de liturgie en de sacramenten van de kerk. Amen. Volgende heilige mis
hoe na de eed van trouw aan het ambt hem nog meer attributen werden overhandigd, zoals onder andere die van het heilige doopsel, de eucharistie en de sleutel van de tabernakel. Na de heilige mis hoort de nieuwe deken met zijn bloedschuit opgewaagd door de schutterij. En vertrouw het gezelschap onder begeleiding van de harmonie naar Café Paddock voor een receptie.